De sfeer is bedrukt bij het paracentrum Teugen. Toch wordt er vandaag gewoon weer gesprongen. Het slachtoffer maakte deel uit van een 10-koppig gezelschap uit Duitsland. Hij volgde eergisteren een opleiding van 1 dag die staticline-opleiding of automatische openingopleiding wordt genoemd. Gisteren maakte hij zijn 3e solosprong toen het misging. Wat ik kan vertellen is in ieder geval dat wij vanaf de grond geobserveerd hebben dat de hoofdparachute niet goed werkte. Hij draaide namelijk heel hard. Protocol is dan dat je de hoofdparachute afwerpt en daarna de reserveparachute trekt. Op de een of andere manier is de reserveparachute eruit gekomen terwijl de hoofdparachute nog aan zijn lichaam vast zat. Of dat komt omdat hij met zijn lichaam in de lijnen zat, waardoor de hoofdparachute niet weg kon. Of dat hij gewoon stomweg niet goed genoeg die hoofdparachute afgekoppeld heeft, dat wordt nog onderzocht. Volgens de manager van het paracentrum komt het zelden voor dat een cursist omkomt bij een sprong. De eendaagse manier van opleiden met daarna een solosprong wordt over de hele wereld gehanteerd. In je opleiding word je voorbereid op wat te doen als er dingen niet goed gaan. We hebben ook geen reden om aan te nemen dat hij dat niet goed gedaan zou hebben. Er is een heel verschil tussen het droog oefenen van tevoren of daadwerkelijk in de lucht met zoiets geconfronteerd te worden. Het is pure pech geweest waarschijnlijk. Want tijdens haar 2000 sprongen maakte de zeer ervaren springer Ans Koetsenruiter het maar 2 keer mee. Ja, ik heb 2 keer toen een reserveparachuteprocedure gehad. En dat is eigenlijk gewoon heel normaal, daar ben je altijd op voorbereid. Je neemt het heel vaak door. En dat is een noodprocedure die eigenlijk ook altijd goed gaat.